Je hebt wel eens van die mensen die net de verkeerde kant op gaan. Dat staat op. Je hebt mensen die houden van hele leuke liedjes zingen. Zoals van poepseks, poep maar op de buik, poep maar in de nek. En beelden die de edittafel helaas niet gehaald hebben. Ze wordt morgen geopereerd en dan gaat ze onder narcose. Ja, hij krijgt geen broertje-shirtje meer. Je ziet het allemaal in deze vlog van Ik Vlog Niks. Ja, dag beste mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar deze allernieuwste vlog. In deze vlog ga ik weer eventjes terugblikken op de vloggen die ik tot nu toe gemaakt heb. Want er is in de afgelopen tijd ontiegelijk veel gebeurd en ik heb weer hele leuke momenten vastgelegd in de vorm van een prachtige vlog om met iedereen te delen. Zo ben ik op vakantie geweest naar Luxemburg. Ik heb een geweldig feest achter de rug. Ik ben nog eens een keertje naar Concert at Sea geweest. En er gaan ook nog hele leuke en spannende dingen aankomen de komende periode. Nou, deze vlog staat eigenlijk een beetje in het teken van de bloopers. Ik wil eigenlijk gewoon een keertje even terugblikken op wat er af en toe wel eens een keertje fout gaat natuurlijk. Maar eigenlijk ook, omdat je natuurlijk in het alledaags leven zo ontiegelijk veel filmt, heb je soms ook beelden die je niet kan gebruiken. Dan worden je vloggen te lang. Dus ik film soms heel veel, maar dat gebruik ik dan niet in mijn vloggen. Dus we gaan even terugblikken op de leuke beelden. Mijn broer heeft wat last van vliegen om zich heen. Jongens! Hey! Wat een feest! Baby is wakker. Hallo. 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 Oh joh, jezus. Nee, joh! Hoor! Zoals van poepseks, poep maar op de buik, poep maar in de nek, ze vinden het helemaal te gek. Zoals van poepseks. Oh, wat is het toch ook een figuur. Oh, heerlijk. Ik heb zoveel gekke mensen om me heen. Ik hou ervan. Jongens, blijf er alsjeblieft mee doorgaan. Echt geweldig. Ja, zoals ik al zei, in sommige vloggen gaat er ook nog wel eens wat fout. En we gaan heel eventjes terugblikken op de bloopers. Veel kijkplezier. Eentje van voren, eentje van achter. Op deze halve zol hier naast me moet je niet... Zo! Je pakt zich een deur aan. Ik heb hier een deurtje in. Zo gewaar. Rood. Rood. En daar ging je. Daar viel wat. Nou, zeg maar, proost. Je hebt als benenhaar toch wel. Dat staat op. Net wakker, iedereen zit lekker aan de tosties. Een tosties, kut! Wacht even. Kak! Ja mensen, ik wil ook eigenlijk de kijker, eigenlijk, ik wil jullie heel erg bedanken. Want jullie hebben mij 100 abonnees gegund en dat vind ik echt super tof. Gewoon geweldig. 100 mensen die op mijn kanaal hebben geabonneerd. In andermans ogen denkt hij, ja, wat is 100? Nou, voor mij is het heel erg plezierig, omdat ik nog steeds met heel veel plezier de vloggen maak om de kijker, in dit geval jullie, gewoon een, ja, eigenlijk een kijkje te geven hoe ik mijn leven doorbreng. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Vind je dit nou alvast een leuke vlog? Doe dan alvast een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, want we gaan natuurlijk gewoon omhoog met de abonnees, dat is natuurlijk wel duidelijk. En laat hieronder in de reactie weten wat je van deze video vond. Nou, wij gaan nog eventjes verder kijken met heel veel opnames die nooit gebruikt zijn. Want ik heb zo ontiegelijk veel gefilmd. En soms zijn er fragmenten die het gewoon niet geworden zijn. Dus we gaan heel even kijken naar de beelden die het niet gehaald hebben. Gaan we daar een beetje Chinees op? Nee. Nee, niet doen. Niet ja, doen. Joh, dan ga ik zeggen. Tjing, je tjong, 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 tjong. Ben je
weet wel waar je het van hebt, hè, die debiele familie. Nou, 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 nou zeg. Zijn nou bakkers? Ja. Bak zou je. Oh, ik ben zo wit hier in die camera. Ja. Ja, doe je haar ook. Ik ga dood van die vape. Holy shit. Er komt zwaar aan in je longen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Lekker Joost, hij heeft ze er allemaal in. Ik heb even een pafje net gedaan. Zo, mijn bril staat een beetje scheef. Klaar! Incontinent! Ja, mag weten. Ik zou het echt. Ja, denk het wel, ja. Alle gezond. Hele zon. Hele zon. Ja, soms zitten er ook nog wel eens fragmenten tussen dat je denkt van oeh, is dat nou niet een beetje op het randje? Nou, 9 van de 10 keer doe ik daar toch wat leuks mee. En dit zijn dan van die fragmenten dat ik denk van misschien een beetje grof taalgebruik. Of ja, mijn moeder die in één keer spontaan de schietgebedje doet. Ik zou zeggen, kijk maar. Nou, je laatste shot van je moeder. Nou, schij even uit. Ja, ze, ja, wordt niet. Ze wordt morgen geopereerd en dan gaat ze onder narcose. Ja, hij krijgt geen broertje-shirtje meer. Dat is klaar. Ze gaan namelijk alles weghalen. Dus heel de onderverdieping wordt... Nou ja, mijn hele honderd. Ontiegelijk veel gelopen. Ik heb een besteld. Ja. Wat een prachtig uitzicht. Je ging er ook wel voor staan, Leonie. Oh, wat slecht. Dit. Nou. Jawel. Het advies op al je vragen is. Hoe is dit nou? Het is mijn moeder die doortrekt. Ja. Dat zit je er niet op. En ook heel veel kijkers denken wel eens, houdt het dan nooit op? Nee. Klaar!